zondag 1 oktober 1944. Het is ongeveer 7:15. De kinderen zijn nog even naar buiten om van het mooie weer te genieten. Voor het huis staat een auto stil, waaruit een Duitse militair komt die vraagt of ik thuis ben. Mij wordt verzocht in te stappen. Nadat mevrouw van der Meij en de heer van der Waals ook gehaald worden, wordt er gereden naar het gemeentehuis in Nijkerk, waar we in de raadzaal worden gelaten. En geleidelijk komen 's avonds allerlei mensen binnen, zowel dames als heren, totaal circa 40. Hier lag in de tijd mijn vader met een aantal gegijzelden op de grond te slapen tijdens de gijzeling. Een van de gegijzelden houdt de eerste dagen een dagboek bij. Het is Arnold Knot-Neris, directeur van uitgeverij en boekbinderij Kallenbach. Getrouwd met Antoinette en vader van 3 kinderen. Vader die zat opgesloten in het gemeentehuis. En elke dag was niet bekend wat er zou gebeuren. Hij kon elke dag ook doodgeschoten worden. De volgende ochtend gaat men zich om 6:00 geleidelijk aankleden. Om 7:00 ben ik ook present. Daar dan de kans is dat men weer contact kan krijgen met de familie die het eten komt brengen. En dan zag je je vader en die keek dan naar je, maar je kwam niet echt hier in de zaal. Je keek om de hoek en de soldaten vonden het dan leuk als een klein jongetje om mij op te pakken en neer te zetten voor het raam. Ik had dus een helm op van de Duitsers plus een geweer om te kijken of hier uit de omgeving mensen naar de gemeentehuis zouden komen, wellicht met verkeerde plannen. Het is zondag 15 oktober. Een ieder memoreert dat we al 14 dagen gegijzeld zijn. De dag brengt weinig variatie. Eten, drinken, een partijtje biljart, dammen, eten. Zo nu en dan kreeg hij verlof. En ik weet ook nog dat hij naar de verjaardag van mijn moeder is geweest, 12 uur lang. En dan aan het eind van de dag moest hij weer terug naar het gemeentehuis om verder te wachten wat er gebeuren gaat. Zondag 8 oktober steven ik om 9:00 naar buiten, opgewacht door mijn zoon Bouke. Samen wandelen we naar huis, jezelf vreemd gevoelend opnieuw weer te midden van geliefden te zijn, al blijft het idee weer weg te moeten bij je. Pas begin december, na 2 maanden onzekerheid, mag Knot-Neris ongedeerd terug naar Huizenhaard aan het Van Reenenpark. Over wat hij hier beleefd heeft, wat dat voor hemzelf betekend heeft, dat heb ik nooit verder gehoord van hem. Er werd niet meer over gesproken. Kunt u dat inschatten? Ik weet het niet. Volstrekt niet. Nee.